Dames en heren, welkom terug bij een nieuwe aflevering van... Vissen in quarantaine! Yes! Jongens, we zijn terug van weg geweest. En dat komt omdat ik het gewoon heel druk had met werk. Maar, voor de mensen die het nog niet weten, ik ben minder gaan werken. En dat betekent 2 video's per week vanaf... Ja, vanaf vorige week woensdag. Ja. En dat betekent ook de terugkomst van Vissen in quarantaine. Vanaf nu zal ik om de week samen met Francis, zolang corona heerst, een nieuwe Vissen in quarantaine maken. En daar hebben we super veel zin in. Vandaag gaan we eentje maken met het meest gevraagde onderwerp ooit. En dat is jiggen. Wat is jiggen? Nou, jiggen is eigenlijk het binnenvissen van een jigkopje met daaraan aas. In dit geval een shedje. Dat kan ook zijn een hairjig. Dat is een jig. Dat is dit... lode kopje of tungsten kopje met haar eraan. Je hebt ze in allerlei vormen en maten. Ik zal nu even een paar voorbeelden geven. Jiggen, jiggen, jiggen en jiggen. En nog een keer jiggen. Ja, jongens, dames, heren, meisjes. Jiggen is echt een superleuke manier van vissen. Het is heel actief. Je gaat werpend vissen met aasjes van rubber gemaakt. Ze noemen ze shedjes, maar ja, eigenlijk is shedje een beetje een rare naam. Shed komt namelijk uit Amerika. Shed is een vissoort. Dat is een soort van, ja, bijna een haringachtige vis. En een imitatie van die vis, dat noemen ze dus vroeger een shed. Dat is overkomen wij naar Europa. En ja, wij noemen gewoon alles een shedje. Of het nou dit is, of dit is, of dit is, of dit is. Het is natuurlijk geen imitatie van het visje uit Amerika. Wij gaan lekker aan de slag. We gaan vandaag jiggen op baars. Misschien zelfs snoekbaars, misschien zelfs snoek. Heel, ja, we gaan inderdaad vissen op alles wat we bijten. Het is voor mij een van de meest effectieve manieren om te vissen op baars en snoekbaars. En Francis kan het ook heel goed. Die vindt het ook het leukste manier vindt van vissen. Ja, maar dat is ook wel de enige manier wat we echt vaak doen. Zeg. Ja, ja. Meestal ja. Doen we gewoon jiggen altijd. Ja, we hebben in vissen quarantaine van alles geprobeerd. Ja, dat is wel zo. En ik denk dat je dit het leukst vindt, of niet? Ja. Met Enzo ga ik ook vaak jiggen. Daarom krijg ik ook veel vragen over. Jiggen is gewoon een super effectieve en leuke manier. Een leuke instap voor mensen om te leren roofvissen. Dus we gaan jullie vandaag laten zien hoe het moet. We hebben heel veel wind. Maar ik weet een plekje die een beetje uit de wind is. Dus daar gaan we nu heen. Het waait windkracht 5, windkracht 6. Oei. Maar ik denk dat wij in een uurtje of 2, 3 genoeg vis voor jullie moeten kunnen vangen. En ja, jullie krijgen natuurlijk in deze video knijters veel uitleg. Over jigs, over wat voor verschillende loodkopjes, tungstenkopjes, weet ik het er allemaal zijn. Hoe zwaar je ze moet pakken, sloomvissen, snelvissen, noem het maar op. Verschillende acties van aasjes. Ik ga het jullie allemaal laten zien in deze video. Dus geef ons sowieso even een likeje omhoog als je excited bent om te leren over jiggen vandaag. We gaan in ieder geval nu naar het water en dan gaan jullie laten zien hoe het moet. Zijn we stekje aangekomen, Fren? Ja. Ben je klaar voor? Yes. Waar ga je mee beginnen? Wind, ja, is er wel wind, ja. Waar gaan we mee beginnen? Nou, yep. Meteen voor die snoekbaars heen. En die baars? Ja, maar eerst snoekbaars. Oké, okay, en wat voor aasje heb je? Shit. Ja, welke ga jij vissen dan? Ja, die is mooi. Ja, toch? Dan gaan we zeker wel lukken, denk ik. Dat denk ik het ook wel. Ik denk dat we voornamelijk nu baarzen gaan vangen. Maar misschien vangen we snoekbaars. Er zitten ook hele grote snoekbaarzen. We gaan het even proberen. Ik heb zin in. Ja, doe maar even. Is het glad? Glibber die glabber. Oké. Hier zo beginnen we even. Hatsenflats. Nou, laat jij eens even zien. Laat jij eens even zien hoe je vis vangt. Hoi. Hoi. Ja, is goed. Laat jij het eens even zien, Francis. Zo, verre worp. Oké, je hebt net je worp gemaakt. Wat doen we nu? Wat is de volgende stap? Nou, je gaat dus aan je molen draaien, zo. Ja. En dan doe je eerst even je lijn strak. Ja, perfect. En dan? Doe je 2 keer draaien. Ja. En dan wacht je tot hij op de bodem zakt. En hoe merk je dat? Omdat je top gaat dan weer zo terug, zeg maar. Ja, dus eerst je lijn strak en dan valt je lijn slap. Op het moment dat je lijn slap valt, dan ligt hij op de bodem. Ja, en dan draai je dus 2 keer en dan wacht je er even. Ja. Als je op de bodem, dan wacht je weer even. En dan draai je weer even. En hoe weet je nou als je beet hebt? Ja, dan moet je gewoon in één keer rammen, want dan voel je gewoon aanbeet. Ja, en hoe voelt dat? Nou, hoe voelt dat? Gewoon een beuk. Gewoon een beuk op je engel. Oké. Ja. Ik ben benieuwd. Ik moet zeggen dat het wel moeilijk voelt. Ja, topje laag. Het scheelt, dan heb je iets minder wind op je lijn.
Ja, nu ziet het goed. Ja, je ziet de lijn slap vallen. Kom je strak langs het bootje? Ja? Ja? Arme bekje. Zo, is hij naar de landen zakken. Beugeltje dicht. Kijk die Francis, jongen. Geconcentreerd. Master Milo ben ik geworden. Master Milo? Je tik? Kun je een tik? Ja. Jeet! Ja, je jeet hem zo naast de boot. Kijk. Beugeltje dicht. Twee keer draaien. Kijk, als het goed is, zien we de lijn ook slap vallen. Op. Draai, draai. Slap. Draai, draai. Maar hij komt wel, hoor. Hij komt wel, hij komt wel. Makkelijke, dames en heren. We vissen heel mobiel. Je kan lekker zoeken. Vis nu even langs het bootje. Hop. Hop. Net onder dat bootje, in de schaduw, goede plek. Je weet me nooit, er zou gewoon zo onder die boot kunnen liggen. Ik kan hem zelfs nog een beetje zo door verticalen onder die boot. Ja, ja. Oh, los. Kut, dat was er één. Ja. Ik heb er één. Ja, ik heb er één, jongens. De eerste. Dames en heren, de eerste is binnen. Binnen, nou, 2 minuten vissen, denk ik. En een klein baarsje van 1 centimeter of 20. Wel een liefje. Liefje? Een mooi dikkertje. Een mooi, mooi, mooi dikkertje. Een mooi aquariumvisje. Ja, zeker een mooi aquariumvisje. Maar we hebben er genoeg voor, hè, in het aquarium. Ja, echt zo. Dus deze gaat wel groot. Weer een beauty, hè? Ja, hij is prachtig. Cool. Is top. Ja. De eerste is binnen. Nice. Maar moet ik ook even van een shirtje veranderen dan? Ja, is goed. Kijk, Francis, die heeft een V-staartje aan. En dat heeft heel weinig actie. Kan soms heel goed zijn. Kan je me eens laten zien in het water wat dat doet? Kijk. Hij heeft wel een mooie actie. Maar ja, het kan zijn dat hij niet zo goed werkt voor nu. Je kan hem nog even hier langs die boot, zo had ik net die baars. Een beetje verticaal. Verticaal jiggen. Je top iets dichter langs de steiger. Ja, maar ik ben hier niet zo goed in. Ik vind het echt moeilijk. Ja, maar zo kun je er ook een vangen. Ik kan nu even vangen. Het zit tussen de boot en de kant in. Zullen we er eentje aandoen met een flippy flappy die start? Flippy flappy, ja. Nou, kom hier. Even een ander aasje eraan voor Francis. We hebben er genoeg bij ons. Alle kleuren, soorten en maten. Dus we gaan even wat moois uitkiezen. Kijk. We hebben deze eraan gezet voor Francis. Even kijken of dat hem wordt. Lekker groen, lekker opvallend. En een wiebelwabbelstartje. Laat die nog eens zien. Ja, doe maar een worpie. Anders gaan we zo een stukje die kant op, tussen de bootjes. Oh, joh, die wind is echt gekund, man. Oef. Oh, net voor de overkant. We gaan eventjes een stukje terug. Want hier lukt het niet echt. Dus we gaan even op zoek naar de baarsen, waar ze liggen. Het is wel chill aan deze manier van vissen, dat je zo mobiel bent. Ja. Je draait binnen. Gewoon, hup. Nou, er zit er niks aan, gelijk naar de volgende plekje. Toppie, let's go. Fluiten, terwijl je loopt. Ik kan niet fluiten. Dat weet ik. Nee. Ja, dat heeft geen actie. Gewoon, nee, is gewoon. Alleen het mooie is aan die worm, je kan hem... Eigenlijk moet je hem elke keer heel veel laten staan. Dus hij ligt nu op bodem, maar heel veel staan. En dan vis je hem door. Dan pakken ze hem heel vaak als hij stil ligt. Oeh, ik heb er één. Ja? Ja, ik heb er één. Oh, nice. Gelijk. Oei. Hoppa, kijk eens. Floepie, floepie. Een mooike, hè? Of een black minnowtje. Misschien moet je ook zo'n minnowtje eraan doen. Gooi nog ja, maar ik dacht ook dat ik net een tik voelde, hoor. Kijk kan. Nou, hoe mooi. Schatje, hè? Heel licht, hè, van kleur. Dat gaat goed. Nice. Nice. Oké. Okay. Nou, we gaan dus nu even met de auto naar een ander stekkie. Want er staat echt zoveel wind hier. Dat is bizar. Dat is eigenlijk helemaal niet chill. Koud. En echt, ja, je vlerken die vriezen eraf. Je wat?
vlerken. Kijk. Nee, dat is die gast van Jopie. Vader van Jopie. Hoi. Lekker man. Ja, dat was dus die man die Jopie aan ons heeft gegeven. Dat is leuk. Ja. Ja. Dus, nou, toe. Kijk nou mensen. Mijn handen zijn echt zo koud. Mijn vingers rotten dus wat af. Fris dagje vandaag, wel ook een beetje een lui dagje. We zijn laat begonnen. En ik vis nu met Francis de hengel, omdat zijn film is. Maar ik zal je even laten zien dat ik met één hengel tussen de benen en een hengel in de hand... Twee vissen vang. Nee. Of niet? Twee. Nee, eentje. Proberen. Ja, het zal mij benieuwen. Maar dat snoekie dat daar net aan het jagen was, dat zag er goed uit, hè? Dat was een grote. We kwamen hier aan. Er was gelijk een grote snoek aan het jagen hier zo. Ja, dus ze liggen er wel, maar... Ze zitten er wel. Kijk, en hier heeft iemand met kastjes gevoerd vandaag. Oh ja. Oh, het ziet er echt raar uit. Ja. Heb je? Wat? Eindje. Nou, je zit... Nou, Jezus, Daniel. Wisten jullie trouwens dat hengels ook muziek kunnen maken? Ik weet niet of je het hoort, maar die wind die waait er echt keihard doorheen. Dan hoor je die lijnen zo... Los. Dat is nou weer jammer, hè? Ja. Wat kut. Nou ja, kan gebeuren, hoort erbij. Shit, hé. Dat is echt jammer. Ja, waar jij hem op gegooid. Paarse drolletje. Kijk. Yes. Lekker, Fran. Heb je hem? Lekker, Bien. Hoor. Eerste. Nou. Maar die andere was wel groot, hè? Ja, die tweede was ook boven water. Dus eigenlijk heb je al twee. Nou, die telt niet. Niet in het handje, dus die telt niet. Oké. Nice. Nou, super. Top. Lekker, Fran. Box. We hadden even een extra plekje gepakt. Dat was niks. We gaan een beetje richting huis, denk ik. Pakken daar heel misschien nog even één plekje. En dan houden we het voor vandaag. Ja, ik moet even kijken zo meteen op Google Maps. Ik moet even kijken of we een plek kunnen vinden die een beetje uit de wind is. Maar we pakken dus, als het lukt, pakken we nog één plek om te vissen. Net voor het donker. En dan, het is vandaag zo winderig jongens. Het is koud, het is niet heel makkelijk. We hebben wel een paar mooie visjes kunnen vangen. Ik heb jullie laten zien dat deze manier van vissen werkt. Maar ik wil eigenlijk gewoon voor het beeld nog een snoekbaarsje vangen. Dus we gaan nog even ons best doen. En anders gaan we misschien morgenavond of overmorgenavond nog even ergens één plekje vissen. Kijken of we nog een mooie snoekbaars kunnen vangen voor jullie, voor de video. Wat is dit? Hoe lelijk? Het is echt niet normaal dit hoor. Hoe lelijk dit ding is. Weet je wat dat heet? Nou. Een pigshit. Lijkt echt op een haai. Met dat mondje zo hier. Ja, het schijnt dus een varkensmondje te moeten zijn. Mm. Zoals jullie al hebben verteld, shads zijn er in alle vormen en maten. We hebben het even over rubber, zacht, kunstaas. Ik ga even met Francis door de bakjes heen die ik vandaag... die we vandaag mee hebben genomen tijdens het vissen. Ik ga jullie ook even laten zien wat zijn er aan verschillende soorten loodkoppen. Tegenwoordig zijn niet alle loodkoppen meer van lood. Je hebt ze van allerlei materialen. Materiaal wat ik heel graag gebruik en wat Francis ook heel graag gebruikt is tungsten. Tungsten is een materiaal wat nog zwaarder is dan lood, waardoor je er verder mee kan werpen. Het is ook nog eens heel hard. Dus als het de bodem raakt, krijg je een super harde trilling door in de top van je hengel, waardoor het vissen vermakkelijkt. Zal ik een tungsten kopje pakken? Ja.
pak jij eens even een tungstenkopje. Dan ook een loodkopje. Ja. Die heb je hierin. Ja, die zit er wel bij. Kijk, dit is een loodkop. Ja. Als jullie goed kunnen zien, zijn deze twee kopjes precies even groot. Hou ze heel dicht bij elkaar. Ja, de bolletjes zijn even groot. Welke is zwaarder? Tungsten. Ja. Deze kop weegt 11 gram. Deze kop weegt 7 gram, terwijl ze even groot zijn. Ja. En daardoor snijdt deze wat makkelijker door het water. Hij zinkt iets sneller. Je kan er verder mee werpen. En dat maakt het een ideaal gewichtje om mee te vissen. En het is beter voor het milieu. Nice. Goed opgemerkt, Fren. Ja. Laat je eens even wat dingetjes zien. Wat hebben we vandaag meegenomen tijdens het vissen? Ja, genoeg. Oh ja, we hadden deze. Die lelijke wurmpies. Ja, die zijn goed, hè? Dat is echt gewoon een niksje eigenlijk. Maar het deed het wel echt goed, hè? Ja, dat deed goed, ja. Het steempje wat jij heeft heet een netrig. Dat komt omdat deze heeft ook een jigheadje, een jigkopje, die wat plat is. Dit is een drijvend wormpje en die blijft zo staan op de bodem. Je vist hem ook jiggend binnen. Wacht, ik kan je wel even wat laten zien. Hier, vul jij eens een glas met water. Fren gaat het trucje laten zien. Ja. Ik zie dat. Hij blijft dus rechtop staan, waardoor dit super goed werkt. Wat deden wij, Fren? Hoe vis je hem binnen? Jiggend. Ja, en dan liet je hem? Even naar de bodem zakken. Even laten staan. En dan even laten wachten. En dan weer twee keer draaien. En dan weer hetzelfde. Dat werkt goed, hè? Ja. Je hebt wel een paar baarsen gevangen zo. Ja, je hebt alles zelfs gevangen op deze, volgens mij. Dat paarse ding. Nee, ik had ook nog een andere aan, toch? Oké. We maken gewoon even een selectie van mijn favoriete aasjes. Kijk, daar heb ik altijd een paar van bij me. Ze zijn wel heel duur. Maar echt heel erg goed. Black minnows. Dan heb ik altijd wat kreeftjes bij me. Wat kreeftimitaties. Laat hem even een paar zien. Kreeften. Kijk, dit lijkt dus gewoon echt op een kreeftje met pootjes eraan. Dit iets minder. Dit is van OSP. Ja. Dit is van Biwa. Ultrahawk. Nee, deze zit in de verkeerde bak. Oh. Hier, deze is misschien ook wel leuk om te laten zien. Ja, die ja. Dit is een Missile Baits Baby Destroyer. Dus een babyvernietiger. Deze heeft allemaal ribbels erop die onder water voor trillingen zorgen. Die pootjes die wiebelen wat heen en weer. En deze kan je ook gewoon prima op een jigkopje vissen. De meeste mensen vissen met een Carolina rig. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan er ook gewoon zo'n mooi klein licht jigkopje in doen. Of een net jigkopje. Dan kan je er ook gewoon heel mooi jiggend over de bodem vissen. Snoekbaars en baarsen, die vreten hem zo op. Volgende bakje. Wat zit daar allemaal in voor moois? Kies jij eens even wat moois eruit. Deze is mooi. Ja, dit is een Black Minnow. Die liggen weer in het verkeerde bakje. Misschien een aantal aasjes met verschillende staarten. Ik zie al een heel mooi voorbeeld. Au! Scherpe haak. Deze vind ik echt vet. Ja. Hier zie je ook dat deze heeft een hele opvallende kleur. Dat heet Fire Tiger. En het is altijd goed om ook wat verschillende kleuren bij te hebben. En deze hebben dus zo'n staartje. Ja, dat is een V-tail. Dan heb je ook nog een wiebelstaartje. En wat had deze ook weer voor actie? Geen. Goed zo. En dit is een wiebelstaartje. Dit is een plat schoepje op de achterkant. En dat wiebelt zo heen en weer als hij door het water gaat. Nou, dat waren die. Ja. Even over kleur, dames en heren. Kleur bij kunstaas kan super belangrijk zijn. Het kan ook geen rol uitmaken. Maar ik heb altijd een aantal verschillende kleuren bij je. Zorg dat je wat felle kleurtjes bij je hebt. Zorg dat je wat donkere kleuren bij je hebt. En zorg dat je wat een beetje zilverachtige natuurlijke kleuren bij je hebt. En als je gewoon van alles bij je hebt, kan je lekker een beetje wisselen. Heb je helder water, dan kies ik bijna altijd voor donker of voor natuurlijke kleuren. En heb je wat troebeler water, een beetje bruin water, dan ga ik misschien eerder voor groen, oranje, een beetje geel. Als ik echt in donker vis, vis ik ook graag met hele donkere shads. Heel raar, maar dat werkt vaak goed. Dan hebben we hier wat verschillende soorten drijvende worms. Die hebben dus eigenlijk helemaal niet echt een staartje. Deze sowieso niet. En nee. Die een heel klein beetje. Ja, dit heeft ook geen actie. Dat zijn die netrig dingetjes. Ja. En wat is dan dit? Dit is gewoon een... Ja, dat is ook een jig. Alleen dit is een skirted jig. Ja, zit scherp haakje aan. Dit is een skirted jig. Dat is een jig waar dus al wat franjes aan zitten. En het geeft wat extra vibratie en trillingen en volume onder water. Je kan ook gewoon, maakt niet uit wat je erop doet. Je kan er gewoon een shedje op riggen. Wow. En dan heb je gewoon een soort van kreeftimitatie. Dan wat wormpjes en dingetjes. Kijk, deze... Die is lekker met glitter en dit ook. Ja, glittertjes kunnen ook heel goed werken. Zeker als het zonnetje schijnt. Ik ken zo de kerstboom in.
Ja, de kerstboom. Dus kreeftjes, checkjes. Dit is gewoon een beetje een doosje voor streetfishing, voor paar snoepbaars. Je kan ook een snoekje vangen. Hebben hier nog wat grotere shets? Grotere shets. Er gaan wat zwaardere jigkoppen in. Francis gaat even voordoen. Wil je dat voordoen of moet ik het doen, het dreigen? Ja, ik kan. Ik denk wel hoe dat moet. Ja? Ja, doe die maar. We hebben een grote loodkop, even als voorbeeld. En dan gaat onze charmante assistente voordoen hoe je die gaat riggen. Eerst meten we hem even uit. Dus okay. Dan hou je hem even... Dat is een trucje voor mensen, want waar mensen altijd moeite mee hebben... is dat die haakpunt goed uitkomt in de shed. Dus wat ik altijd, ja. Wat ik altijd even doe, is ik hou hem er één keer naast... En dan gaat die bij Francis, de nagel komt hij eruit. En dan kan je daar dus... Hou je nagel daar nog eens? Even een prikkie zetten en dan weet je waar hij eruit moet komen. Precies. Maken we daar even een kleine beschadiging. Zodat we die kunnen herkennen. Oké, we hebben een klein sneetje gemaakt. Zodat we kunnen herkennen waar de haakpunt eruit moet komen. En dan gaat hij zo recht in het bekkie zo. Ja. Hij gaat precies in het midden gaat hij erin. Ja. En dan druk je hem helemaal door. En hou hem goed in het midden. En dan zo het bochtje om. En dan gaat het al niet goed... Het is altijd een beetje een gepiel. En het is zaak om hem goed in het midden te houden. Even kijken of het je lukt. Anders dan doe ik het voor. Maar ik denk dat het redelijk lukt. Eens kijken. Hoe zit hij erop? Nou. Diem! Hij komt perfect. Kijk. De haak zit mooi recht door het midden heen. Ja. Dat is top, hè? Ja, dit is perfect. Jongens, dames en heren. Als je dit nou gaat riggen, ga het een paar keer oefenen. Koop een paar goedkope shirts. Aan een loodkop. Hij moet ongeveer door het midden er doorheen lopen. Hij loopt nou, bijna helemaal recht door het midden. Kijk dan. Hij is bijna perfect. Ik geef het een 8,5. Ja. Nou, netjes, Fren. Zorg dat de haak en de loodkop een beetje in verhouding zijn met je shed. Kijk, wat je wil hebben is dat de haakpunt... Zeg maar ongeveer net voor het midden van de shed. Dus tussen een kwart... En de helft in, dat daar de haakpunt uitkomt. Want als een vis komt, pakt hij hem van achter, vouwt hij je staartje dubbel en dan moet hij mooi in zijn lip prikken. Als het een grote snoek is, schuift hij helemaal overheen. Maar in principe een baars of een snoekbaars vouwt hem vaak dubbel. Soms als je een vis mist, dan krijg je hem ook, dan sla je aan en dan krijg je hem zo binnen dat de staart over je haakpunt heen zit. Dan sla je vaak mis. Dan heeft hij dus gewoon zo opgevouwen. Als je een te kleine haak zet, dan zit die haakpunt helemaal hier. Dan ga je niks vangen. En als je een te grote haak zit, zit die haak bijvoorbeeld helemaal hier. En dan heeft je shed bijna geen actie. Dan heeft hij geen ruimte om te wiebelen. Dus dat is belangrijk. Let daarop. En deze haak uitleggen, want deze is helemaal verborgen. Dit is een verstopte haak en daardoor kom je niet zo gauw vast te zitten. Dat is inderdaad wel een goeie. Een baars die pakt hem dan zeg maar hier zo. Ja. Wow. En dan gaat hij precies zo met dat haakje in zijn bek. Precies. Voor de rest, wat nog even belangrijk is om te melden... Jigkoppen zijn in allerlei verschillende gewichten. Ik heb ze van 2 gram tot, nou, ik denk wel 80 gram. De meest gebruikte gewichten die ik gebruik voor streetfishing zijn 5, 7 en 10 gram. En het is altijd even afhankelijk van wat wil je doen. Wil je heel traag vissen, gebruik dan een zo licht mogelijke kop, maar die je wel nog kan voelen. Dus dat je wel voelt dat je aasje de bodem raakt. Ja, dat kan verschillend zijn, want als je een diep water hebt, duurt het lang voordat je aasje op de bodem is. Heb je iets minder gevoel in je lijn, omdat je lijn iets in een bocht ligt. Als je stroming hebt, dan wordt je lijn weggeduwd, voel je het ook wat moeilijker. Dus pas het aan op je gevoel. Ga als je dit voor het eerst gaat doen, ga dan met wat zwaardere loodkoppen vissen, zodat je even goed... doorkrijgt, dat je goed voelt dat je aasje de bodem raakt, dat je goed voelt waar bevindt je aasje zich in het water en op een gegeven moment wordt het echt jongen, dat vond ik even leuk om te doen. Nou, gewoon in mijn oog jongen, sorry. Ik ben zo lekker aan het babbelen, ik denk later. God, nou ben ik helemaal mijn verhaal kwijt. Waar was ik ook alweer? Oh ja, in het begin ga voor gevoel. Op een gegeven moment wordt het een automatisme. En als je het goed voelt en goed weet wat je aan het doen bent, ga dan steeds wat lichter vissen. En ga op verschillende soorten water proberen. En dan word je vanzelf de master van het jiggen. En ja jongens, jiggen, het is echt top. Je kan gericht jiggen met dit soort aasjes op grote snoeken. Je kan jiggen met lichte loodkoppen, grote haken in de polder op grote snoekbaarzen. Je kan met zware koppen kan je jiggen in stromend water op snoekbaarzen, op baarzen. Noem maar op. Echt eindeloze mogelijkheden. Dus sowieso, dit is voor mij een techniek die ik altijd bij me heb. Zelfs als ik op vakantie ga naar Thailand. Check maar even.
Ga ik nu even over naar de hengelkeuze, molenkeuze en lijnkeuze. En wat ik nog verder heb bij me qua klein materiaal, clipjes, online, blablabla. Wat is belangrijk in een hengel als je gaat jiggen? Ik heb hier twee hengels bij me. Dit zijn de hengels waarmee we gevist hebben in deze video. En ik zal even uitleggen waarom ik nou deze hengels gebruik voor jiggen. Wat belangrijk is tijdens jiggen in een hengel is dat hij gevoelig is. Ik hou van een strakke hengel. Een hengel met een snelle actie, een strakke actie. Een hengel die niet zo heel erg buigt en parabolisch is. Parabolisch betekent dat hij heel soepel buigt, heel rond buigt. Deze hengel heeft een beetje topactie, dus hij is strak in de top, waardoor je goed kan voelen of je aasje bodem raakt, waardoor je hem een mooie actie kan geven als je bijvoorbeeld twee tikken geeft met je top en het aasje van de bodem afdeelt. Dat is voor mij in ieder geval heel belangrijk in een jig hengel. Voor de rest is lengte heel erg bepalend van de plek en de manier waarop je gaat vissen. Als jij bijvoorbeeld op de rivier vist of je vist op zeebaars, je hebt een steltaluut en je wilt een lange hengel hebben om de vis te kunnen sturen, dan pak je een lange hengel, hengel van 2,40 meter, 2,70 meter. En ben je aan het streetvisje, dan vind je het misschien wel fijn om een hengeltje van 2 meter te pakken of misschien tot 2,30 meter. Het is ook een beetje persoonlijke voorkeur. Ik vis in dit geval wat kortere hengels. Mijn langste jighengel is 2,70 meter, die gebruik ik voor het zeebaarsen. Ik heb nog een hengel van 2,60 meter, die gebruik ik vaak op de rivierplassen en op de rivier zelf. En deze hengels zijn wat korter, deze zijn 2,20 meter, 2,30 meter. Ik zal even laten zien welke hengels dat zijn. Ik heb hier van Westin. Oeh, gingen ze bijna. Eens even kijken. Ik heb hier van Westin, dat is een W6, een rode hengel. Dat is de W6 Texas Carolina. En die is 2,13 meter, 5 tot 15 gram werpgewicht. Super fijn hengeltje. Ik heb daar een 2000 serie molentje op zitten. En ja, dat is voor mij een fijn setje, lekker licht setje. Als je trouwens een mooie budgethengel wil van Westin, de W3 serie, dat is de goedkoopste serie. Die is super nice. Ze hebben ook een Texas Carolina en de W3. Ze hebben ook een, volgens mij, een street fishing editie van die W3. Die hengels zijn rond de 100 euro. Die zijn super goed. Deze is iets duurder. Deze is rond de 200 euro. En dan heb ik hier een Shimano hengel. Dat is een Poison Adrena. Dat is een nog iets strakkere hengel eigenlijk dan die Texas Carolina van Westin. Deze hengel heeft, moet ik even spieken hoor jongens, een lengte van 7,6 voet. Hij is nou net iets langer, dus ik zeg 2,20 meter. Staat erop dat hij ook 5 tot 15 gram is, maar kan wel iets zwaarder zijn. Hij is ietsje strakker dan die Westin. Het is een iets andere blank. Ook een heel fijne hengel met een Shimano Fangwish moletje erop. Ah, dit zijn gewoon twee topsetjes voor mij. Dit is voor het streetvissen fijn. Dit kan ook op een rivierplas een prima hengeltje zijn. Het zijn gewoon mooi, veel power achterin. Veel gevoeligheid in de top. Super hengeltjes. En ja, weet je, als jij gewoon een hengeltje hebt met een werpgewicht tot ongeveer maximaal 30 gram, dan kan je met streetfishing, het vissen op de rivier, al een heel eind komen. Als jij een hengel pakt met een werpgewicht tot ongeveer 20 gram, pak je een 2000 serie. Of misschien zelfs een 1000 serie als je het fijn vindt, als je echt een beetje een licht werpgewicht hengel hebt. En als je een wat zwaarder hengel hebt, pas daar je molen op aan. Als jij een hengel hebt tot 30 gram, pak je een 2500 serie of misschien zelfs een 3000 serie. En dan heb je gewoon iets meer power in je molen. En als jij nog zwaarder gaat, je gaat bijvoorbeeld snoeken of je gaat zeebaars, dan kun je misschien wel 3 of 4000 serie molen pakken. Zo moet je gewoon even kijken wat fijn voelt, wat fijn combineert samen met je hengel voor de visserij die jij wilt doen. Nog heel belangrijk, wat voor lijnen gebruik ik? Ik gebruik altijd een gevlochten lijn tijdens een jiggen. En de reden daarom is dat een gevlochten lijn, die heeft geen rek. Dus je heeft een hele directe overbrenging van je aas op je hengel, waardoor je goed voelt, goed ziet wat er gebeurt. Hij is heel dun, die lijn. Hij snijdt mooi door het water heen. En omdat er geen rek in zit, voel je ieder tikje, elke aanbeet, elk steentje. Het werkt gewoon veel beter dan een nylonlijn. En dat is gewoon sowieso met kunstaas gewoon veel fijner om een gevlochten lijn te gebruiken. Inmiddels tijdens mijn uitleg is Vincent ook thuis gekomen van het werken. Ja, ik ga even pastaatje eten. Ik wilde jullie nog één dingetje laten zien. En wat belangrijk is, is dat aan jouw gevlochten lijntje komt een leader. Dat kan zowel een staaldraadje zijn, als je weet dat er heel veel snoeken zit. Ik vis heel graag met een fluocarbon leader. En een fluocarbon leader, wat is dat nou precies? Dat is een lijntje. Ik ga het je even laten zien. Ik ga het even pakken. 1 seconde. Ik heb even een groot klosje gepakt met dikke fluocarbon. Wat is fluocarbon nou?
Fluorcarbon is een soort van nylon, maar dan heel hard. Die zorgt ervoor dat roofvissen niet zo gauw je lijn naar midden kunnen bijten. Maar het zorgt er vooral voor dat als je een keertje vastzit aan bijvoorbeeld iets scherps onder water, dat je lijn niet gelijk naar midden krast en dat je aasje kwijt bent. En het is ook nog eens doorzichtig, dat had ik al verteld. Maar het is belangrijk dat je een leader gebruikt. Dus of staal of fluorcarbon. De diktes die ik gebruik met streetfishing zijn 30-honderdste en 40-honderdste. Dat is voor mij een redelijk veilige dikte. Kijk, als er een snoek op klapt, kan het altijd naar midden gaan. Behalve als je staaldraadje gebruikt. Vis je ergens waar heel veel snoeken zitten, gebruik dan sowieso een staaldraadje. Aan je leader kan je natuurlijk ook, heel handig, een speld doen. Kijk, dit is een speld. En een speld is super handig. Want als je die aan het eind van je leader hebt, kan je die openklippen. Kan je er andere aasjes dan doen? Kan je ze makkelijk wisselen en hoef je niet steeds je lijn eraf te knippen en er een ander knoopje in te maken. Het mooie aan een jig is, je kan hem op verschillende manieren binnenvissen. Je kan hem inwerpen en alleen met de molen binnenvissen. Dus dan doe je bijvoorbeeld 1 of 2 draaitjes met je molen. Dan laat je hem op de spanning van je lijn laat je hem zakken. Dan komt hij weer mooi bij de bodem terecht waar de snoepbaarzen liggen en de baarzen vaak. En dan draai je hem weer met 1 of 2 draaitjes omhoog. Of 3 draaitjes of 4 draaitjes. Dan laat je hem weer zakken aan een zakkenlijn en zo vis je hem binnen. Maar je kan natuurlijk ook door met een rukje aan je hengeltop de shad wat meer actie geven. Dus dan springt hij soort van op zo tik tik. En dan zakt hij weer rustig naar beneden tik tik. Nou, en zo kan je dus heel erg variëren met verschillende gewichten kopjes, verschillende tikjes, verschillende snelheden met binnendraaien. De mogelijkheden zijn eindeloos. En daarom is dit ook een super effectieve manier van vissen. Ik doe ook vaak niet één worp hetzelfde. Vaak ben ik aan het zoeken totdat ik een bepaalde inhaalsnelheid vind of een bepaald hupje waarbij ik ze vang. En dan eens heb je het door en dan vind je gewoon, oh, ik moet alleen draaien en laten zakken en draaien en laten zakken. En als je dat op een gegeven moment door hebt, dan kan je super effectief vissen. Goed, ik denk dat dat hem was met de uitleg. Hey, smakelijk, Francis. En dan gaan we nu over naar het vissen. Perfect. Naast je staan, maar ik ga op, Renny. Mag ik het eens proberen onder die... Heb je het ook proberen? Ja, mag het. Goed. Je hebt er één. Snoep? Filmen? Wow, Daniel, je hebt er één. Lekker gek. Scheppen. Moet ik de hengel vasthouden? Yeah! Lekker! Lekker hoor. Beam! Oh! Nice! Kijk, is het perfect gehaakt? In het lippie. Ja. Tik hem zo los. Topper! Weet je wat me opvalt? Hij is echt super donker. Ja, heel apart gekleurd. En dan heeft hij een gekke plek of zo, hè? Ja, hij heeft een keertje een... Een deuk of zo. Ja, aalscholver of een boot of een dik film. Mooi vis! Wat nice. Dat is wel weer even een mooie aanvulling. Jazeker. En snel, gek. Hoppa. Diepte in. Yes. Toppie. Lekker. Lang leven jiggen. Toch? Ja, het is geen snoekbaars, maar snoeken vinden het ook lekker. Goeie manier van vissen, jongens. Yes, toppie. Blij mee. Nou, dames en heren, ik hoop dat jullie dit een gave vis in quarantaine vonden.
Ja, toch? Wij vonden het in ieder geval wel heel gaaf. Ja, precies. En ik hoop dat jullie veel geleerd hebben. Mocht je nou nog vragen hebben over deze visserij of over een andere visserij, stel ze dan even hieronder in de reacties op mijn YouTube. Want daar reageer ik bijna altijd op, zeker als je lekker vroeg bent. Ik zou zeggen, abonneer hieronder. Volgende week komt er een nieuwe video aan over ons aquarium. Ja. En de week daarop komt er een nieuwe vis in quarantaine. En wij kunnen alvast verklappen wat het onderwerp daarvan wordt. Dat wordt namelijk... Doodaas op snoek! Yes, dat is een onderwerp waar ook heel veel naar gevraagd wordt. En heel erg actueel is. De winter is voor mij de tijd om te gaan snoeken met doodaas. Dus ik ga jullie daarin samen met Francis alle tips en tricks geven om zelf aan de slag te kunnen en veilig je eerste grote snoek te vangen. Ik zie jullie graag aankomende zondag weer bij een nieuwe video om 7 uur. En dan zeggen wij de mazzel, doei. En hi to. Wat? Hi to. Wat is dat? Hi to. Ken je dat niet? Nee. Wauw. Of hou je haaks. Oké. Okay. Hou je haaks, dat is wel... Hey, dat is een goeie, ja. Hou je haaks. Die houden we erin. Lekker hoor.